Even terugblikkend op het afgelopen jaar, op het Ziggo Sportjaar. We bestaan een jaar. Wat was voor jou nou eigenlijk het absolute sportieve hoogtepunt? Nou, voor mij toch wel de Diamond Leagues. Ik vond het geweldig dat Ziggo dat kan uitzenden. Voor mij zijn dat natuurlijk de hoogtepunten van mijn eigen jaar. En dan is het geweldig als mensen dat terug kunnen kijken en de beleving kunnen krijgen. En kan ze dan doortrekken zoals ze dat zo vaak kan? Bouwt ze die voorsprong verder uit? Dat doet ze. Dat doet ze en dan levert het een tijd op van 22-15. Nou, heb jij dat zelf natuurlijk live niet echt heel vaak kunnen kijken, want toen was je met andere dingen bezig, namelijk lopen. Precies. Maar zat je dan via Replay TV, kijk je dan wel eens dingen terug? Ik heb wel eens races teruggekeken, ja. En soms heb ik gewoon de hele Diamond League teruggekeken, omdat ik gewoon andere wilde kijken en dat vond ik dan leuk. Kijk je eigenlijk naar andere sporten? Als er een EK of WK is voor een volleybal of handbal of... Handbal heb je dat ook gevolgd? Zeker, ja. Dus als ik tegen jou zeg Tess Wester, dan weet je wie dat is. Estefane Polman. Ja. Bal vanuit de hoek. En goed gepakt. Nu dan weer de kans. Wester met de bal en de goal. Jawel! Tess Wester. En daar is ze blij mee. Kijk maar. Ik kijk wel veel. Kijkt wel veel. Ik probeer zoveel mogelijk te kijken. En zeker als het toernooi is, dan vind ik het heel leuk om het echt te volgen. Ook van begin tot eind. Dus eigenlijk is stiekem iedere sport is gewoon superleuk als je het volgt. Het is Nederland gelukt. Volgens mij heb ik bijna in mijn broek geplast. Pep Talk, ken je dat programma toevallig? Heel toevallig. Ja? Vind je dat leuk? Zeker. Waag het eens om wat anders te zeggen. Precies. Nee, superleuk. Ja. Heb jij toevallig nog een leuk cadeautje wat we aan de Ziggo-kijker kunnen geven? Zeker. Ik denk dat ik wel een paar mooie shirts heb die we mooi kunnen tekenen misschien. Echt waar? Gewoon een shirtje wat je hebt gedragen bij de Diamond League bijvoorbeeld? Ja, heb je dat liggen? Dat zou kunnen. En dan zet jij dan even een handtekening op? Ja, laten we dat doen. Ik denk dat de kijker zeer erkentelijk is. En ik zou zeggen, hartelijk dank. Helemaal goed, dankjewel.